Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Yasmin van Yassart en vandaag zijn we in Utrecht op de KreaDoe 2018 in de jaarbeurs. Mega groot DIY evenement. Ik ben er vorig jaar al een keertje geweest, alleen dit jaar mag ik als blogger of vlogger, weet ik veel wat allemaal, mag ik naar binnen. En ik mag jullie meenemen waar ik hartstikke zin in heb. En ja, ga lekker met me mee, geniet van de dag en alvast heel veel plezier. Oké, we zijn hier bij de Mesh Tag. Het is helemaal omgegooid door KreaDoe. Dus we willen juist iets heel erg anders een keer gaan doen. En ik vind het eigenlijk echt het leukste stukje van de hele beurs. Het is heel erg anders. Er hangt een hele andere sfeer. Hele andere producten. Hele andere doelgroep. Nou, daar hou ik heel erg van. Dus niet alleen maar breien en kaarten maken. Maar juist echt, dit vind ik echt, ik zweer je, dit is het leukste van de hele markt. En dan ga je lachen. Mijn schoonpapier leer. Het lijkt papier, het ruikt naar leer en het zit er eigenlijk tussenin. En dit is echt leuk. Dit is echt leuk. Kijk nou. En het ruikt ook echt. Het ruikt zo lekker. Ja, goed, ik ruik altijd aan alles. Maar dit is echt heel erg leuk. En dit hele stukje is echt een heel ander nieuw stukje. Ja, voor mij mag de hele beurs zo zijn. Er zijn ook heel veel workshops en dingetjes. Ja, absoluut een pluspunt van KreaDoe. Dat jullie leuk vonden om te kijken. Zo ja, vergeet natuurlijk niet om een like te geven. Vond je het niet leuk? Geef je een dislike. Vind ik ook prima. Maar laat me dan wel eventjes weten wat ik eraan kan doen om de video te verbeteren. Vond je de video nou echt heel erg leuk? Dan moet je je even abonneren op mijn kanaal. vol met leuke, creatieve en soms technische filmpjes. En gewoon gezellig, want jullie zijn gezellig, ik ben gezellig. Samen maakt het gewoon hartstikke gezellig. Dit was KreaDoe 2018. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Het was een hele leuke beurs met hele leuke, verschillende dingen. Ben jij nou ook daar geweest? Laat het me weten in de comments beneden aan wat jij nou het allerleukste vond van deze beurs. In ieder geval heel erg veel bedankt voor het kijken en tot ziens!